Hey, ik ben Nathalie van Libelle en van Libelle Lekker en vandaag gaan wij kip caprese maken. Caprese, dat wil eigenlijk zeggen alles wat met mozzarella en tomaat is. Maar je kunt er ook keiveel andere dingen mee doen met die combinatie tomaat en mozzarella. En ik ga daar nu kip mee vullen en in de oven bakken. En daar komen bij worteltjes, gestoofde worteltjes, gegrilde groene asperges. We gaan daar geen pasta of brood of... we gaan er geen pasta of patatjes bij doen, maar gewoon een stukje ciabatta brood. We beginnen met ons wekkertje, dat mogen we niet vergeten. Dat gaat een half uurtje. Voilà, zo. En we kunnen beginnen. Ik begin met de worteltjes. Worteltjes hebben eigenlijk redelijk lange gaartijd nodig. Ik ga die in de pan garen. Ik ga dat loof eraf doen. Voilà. En dan hebben we nodig onze dubbele dunschiller. Hier is hem, de dubbele dunschiller. Dat is mijn favoriet alweer, hè? Dat weet ik. Dan die klein beetje proper maken. Want eigenlijk hebben uw wortelen de meeste tijd nodig om te garen. Die asperges die zijn op een paar minuutjes gegrild. Oei. Zo. Het zijn dikke wortelen, dus ik ga die toch heel even halveren. Nu, als dat echt hele dunne jonge worteltjes zijn, dan mogen die gerust zo in je pan doen. Hè. Ik ga dan proberen ook zo dat loof er nog een beetje aan te laten. En ik moet de poepjes er nog even doen. Zo. Dus die kleintjes, die moeten niet per se, maar het zijn vooral die grote, dikke, dat je toch mocht halveren. En dan gaan we die aanstoven. Ondertussen kunnen wij ook ons asperges al schoonmaken. Dan zijn we er al vanaf. En de groene asperge moeten eigenlijk gewoon het uiteinde eraf doen. En dan moeten die maar gewoon grillen. Dus eigenlijk liggen die al klaar. Hè? En hoe lang hebben we die nodig? Lang. Allee, geen uren of zo, hè, maar ja, best wel. Ze passen er ook niet allemaal in. Voilà. Ik ga er een beetje peper en zout op doen. En dan ga ik, als die een klein beetje krokant zijn, als er ook een klein korstje aan zit, ga ik die blussen met water, deksel op de pot. En dan mogen die eigenlijk toch wel 20 minuten garen. Voor de kip, à la caprese, gaan we die kip heel voorzichtig zo'n soort van envelopje maken. Dus we gaan dat doorsnijden, maar niet helemaal. We gaan dat beleggen met een beetje tomaat, een beetje mozzarella. Dan gaan we dat toeflappen en dan gaan we dat in de oven garen. Dus ik ga beginnen met de kip te kruiden, langs de binnenkant en de buitenkant. Je kunt dat eigenlijk met elk soort vlees doen, hè? Of niet? Oh ja, ik moet dat ook met een kalfslapje doen. Dus ik kan dat niet helemaal doorsnijden. Voilà. Dat je dat zo een beetje gelijk een envelopje open kunt leggen. Dus dan ga ik er wat plakjes tomaat op leggen. Ik ga niet te veel nemen, want ik denk, het zijn nogal klein filetjes. Er mag een beetje mozzarella bij. Zo. En dan mogen er Italiaanse kruiden bij. Nu, je kunt kiezen ofwel droge ofwel verse kruiden. Ik heb thym, rozemarijn, oregano genomen. Een beetje door elkaar gedaan. Zo, dan flappen we dat terug toe. Laat er een beetje uitkomen. Je zou dat ook nog kunnen dichtbinden, eventueel met keukentaal of een prikkertje in stoppen. Maar wij gaan het gewoon in de oven garen. Uiteindelijk, ja, moet het daar niet te veel aankomen, gaat dat ook niet kunnen openvallen. Een klein beetje olijfolie in mijn ovenschaaltje. Want ik kleef ze al niet vast. Ik ga dat een beetje spreiden. Voilà, ça. Zo, en dan mag nu een 20-tal minuutjes in de oven. Ik ga die eens even omdraaien. Voilà. Dus mag wel water mee in de pan en op een heel zacht vuurje ook weer garen.
Nu kunnen wij onze asperges grillen. Die moeten eigenlijk ook heel even op de grillplaat. En dan doen we een klein beetje parmezaan er nog over. Dat gaat heel lekker zijn. Dus die grillpan die mag echt goed heet staan. We gaan onze asperges daarin grillen. Kort peper en zout en een beetje parmezaan. En dan zijn die eigenlijk ook al klaar. Nu is ze heet, hè. Zie, de stoom komt er bijna uit. Ze is aan het tappen, hè. Klein beetje. Zie, er hangt nog duidelijk wat water aan het borsteltje. Dan ben je dus die mooie schort aan hebt. En kijk, die asperges passen er perfect in. Cool is dat. Zie, toch wel stevig aan het spatsen. Want in twee keren moeten doen, hè. Beetje peper en een beetje zout. Weet je wat nog lekker zou zijn? Als er een klein beetje komijn overgaat. Over die worteltjes. Ik ga dat doen. Ik weet dat dat niet een recept is. Maar af en toe moet je eens durven freewheelen in het leven. Dus, komijn. Voilà. Ze zijn bijna gaar trouwens, die wortels. Ik zie. Voilà. Nog 5 minuutjes. Voilà. Dus de worteltjes zijn gaar. Asperges zijn ook gaar. Voilà. Oh, keilekker. Ja, en die komijn doet hem er toch. Dus in het recept, mocht ik het vergeten aan te passen, mag nog bij een beetje komijn. Oh, dat is zo lekker. Ik ga het brood al snijden. Ah ja, en ik ga hier al wat parmezaan over raspen. Zo. Voilà. En er mag ook een klein beetje citroen bij. Dus, zie, oh, die keilekker gesmolten. Ik heb echt... Ah, zie, voilà. Klaar. Klaar. We kunnen aan tafel gaan. Kippetje. Voilà. Asperges erbij. Zo. Wat worteltjes. Voilà. Kijk, keilekker. Ik ga een klein beetje nog van die jus van die kip over dat kipje doen. Want dat is zoiets goed dat mode niet laten liggen. Ik denk dat ik al op een Italiaans terras zit met een glas prosecco. En als dat niet is, ja, dan ga ik dat toch zo dicht doen. Smakelijk.